Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 12 september. Prijs God in je gevangenis. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Handelingen 16, vers 25 en 26. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. Het kan gebeuren dat we in zo'n verschrikkelijke puinhoop zitten dat het moeilijk voor ons is ons voor te stellen om nog één seconde langer te moeten wachten op hulp en verlossing. Maar het is nodig om op God te wachten en Hem te vertrouwen met een geduldig en eenvoudig geloof. En dan ineens, op een wijze die we nooit zouden kunnen bedenken, zal God plotseling in beweging komen. Paulus en Silas wisten alles van wachten en ze hebben op een goede manier gewacht. Handelingen 16 vertelt het verhaal over hoe zij door de menigte werden aangevallen, geslagen en in de gevangenis werden gegooid. Vers 24 zegt dat de gevangenisbewaker hen in de binnenste gevangenis, de kerker, zette en hun voeten in boeien vastklonk. Het leek alsof het Paulus en Silas niets deed. Zij besloten te bidden en begonnen lofliederen te zingen voor God. Ze begonnen op God te wachten. Plotseling zond God een aardbeving waardoor de gevangenisdeuren openden en hun boeien losschoten. Hij zette ze vrij. Wanneer mensen te midden van vreselijke omstandigheden geduldig en vol verwachting op God wachten, dan breekt God plotseling door. Dus, geef niet op, houd niet op met geloven, blijf vol van hoop en verwachting. Gods kracht is grenzeloos en Hij zal voor jou doorbreken. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ongeacht hoe erg mijn puinhoop wordt, kies ik ervoor om U te prijzen in mijn gevangenis. Ik weet dat U voor mij uitgaat en dat plotseling, als de tijd rijp is, U in beweging komt om mij te verlossen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.